Wie waren er B in Toverland in Zevenum, B het LVK. Met 3000 man hier in zo'n entourage. Nou, als ik dadelijk op de bühne stond, denk ik dat het dikke is. Ik heb zoiets van, laten we alsjeblieft beginnen. Dat is gewoon een spanning die ze heeft van, kom op, die bühne op en knallen. Ik ben veel wat vernoemd omdat we gaan eerst weer. Hè. Omdat, ja, we hebben toch een redelijk specifiek leedje. We zingen het op zich erg fanloos. En ik kon er eigenlijk niet vernoemd hebben eerst weer. Ik denk ook niet dat het gebeurt. Van het niveau van de liedjes, wat ze dan doet, Jules? Ja, ik persoonlijk vind dat de beste er niet bij zit. Maar ik vind zelf, ja, Venlo natuurlijk, met de kribbels en met gelachen. Ik vind natuurlijk dat niet de beste. Maar ik heb op internet gekeken en operette getapt, dit is de meeste gedownload. Uit zusteren. Venlo, Grubbevors en de papegaai. Ja, het is goede geweldige muziek, het is echt vastelovend. Twee nummers uit Venlo, wat wil ze nog meer? Begeer tegen en eten, hè? Oh ja, goed ja. Venlo, sorry, goed twee Venlo. Nummers. En Ruiver. Ruiveren in bij de gemeente Venlo. Oh. Nou, ik weet dat G van de Statenroep heel veel met Ruud en Bram te doen hebt. Dus ik weet zeker dat die gaan winnen. Die hebben zo'n geweldig goed nummer. Als de luisteren naar de andere nummers, is het allemaal einde van hetzelfde. Met nummer 18 springt er echt goed. En dan hoop ik dat we bij de eerste veer komen. Nah. Dit is zo cliché, dit is zo Olympische Spelen, maar we hebben het al gestoond. Het was tof, wat een goed nummer, wat een goede plaats. Frans heeft een prachtige tekst geschreven, we hebben het gebracht, wie weet dat brengen. En als de mensen dat is diplomatiek wat ze nodig. Dat is uber-diplomatiek wat ze nodig doen. Weet ik. Zeg nou eens wat leuks voor de jongen. Als de wedstrijd dit ook allemaal geknipt en weggehold. Dus ik zeg top 5 en dan ben ik al heel tevreden. Oké dan. Ja? En ik neem met de fiets de hoes doen en pak gewoon de bus. Ongelooflijk, wat een kick. Echt, ik heb me helemaal lotte gegaan. Ik dacht, ik kon daar stage diven, zo het publiek in. Maar dat denk daar gewoon die mensen allemaal aan de kant. Dan vel ze zo hard, dat is ook niet zo leuk. Ja, maar het was een kick, echt geweldig om mee te maken. De allereerste keer en ik zit gewoon in de roes, want... Het is helemaal niet voor te stellen wat er dan in de geheer gaat. Het is juist gewoon die ganse mensenmassa en kleurrijk, allemaal heel kleurrijk en die gaan allemaal mee. Dat is gewoon fantastisch, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie was het? Ik dacht dat het fantastisch ging. De zaal ging gans uit een bol en steeds gevoelsmatig, steeds maar 2 seconden op de bühne. Er was nog meer, maar Ens held het op. Dat kunnen we ook echt uit de tieren was van Guur. Absoluut, absoluut. Kippenvel staat op dat moment echt dik op die arm. Als ze al een keer meegemaakt is, dan gaat het een roes voorbij. Ik blijf nu toch meer bewust en veel meer genieten. Ik denk dat we dat toch wel allemaal alle vier hebben. En wie wordt er dan de winnaar vanavond?
Bram en Ruud. Bram en Ruud. Ik ben er ook bang voor. Ik denk, maar ja, ik ben natuurlijk niet objectief, als we wel een eer dat we een goede kans maken. Ja, natuurlijk, dat van Venlo ken ik natuurlijk het beste. Natuurlijk, omdat ze Venlo werkt. Maar ik vind, ik vind ook een paar anderen goed, maar ik vind Venlo erg goed. Venlo, gelachen op de tweede plaats. En de winnaar. Getip kunnen we niet zien, dit is gewoon een veurgevuil. We waren in Venlo, we dachten van nou, de kriebels opgelachen. Het is het gevuil van de joeks en dat zoet goed. Puur toeval dat je hier naar binnen ziet gelopen? Puur toeval, op gewoon op het gevuil heen naartoe gegaan. De liedjes allemaal gehuurd hebbende in het veurtraject dachten we, dit kan niet mislopen. Je ziet niet in een artiestencafé geweest, je kon rechtstreeks doorlopen het podium op. Waanzinnig gevuld, liep ik daar. Ja, dat is mega mooi. In dit jaar dat ze jubelprins is. En nou nog een liedje uit de Joekestal. Nummer 1 wordt in Limburg. Wat wil ze dan nog meer? Een grote happening. Super. Bram en Ruud, de kriebels. Kriebelt dat nou ook bij jou in de moe? Al weken. Maar door deze kriebels van deze twee jongens wordt onze vastgeloven alleen nog maar kriebeliger en alleen nog maar moeier. Ja, we moesten erop zeggen. We hebben dit fijn beeldje mogen ontvangen net op de bühne. Nou, maar het is ongelooflijk. De zingt liedjes en vooral liedjes omdat ze het kwant vinden. Dat leuk vinden ze te doen. En niet meer en niet minder. En als mensen het tof vinden, vinden we het ook tof. En als mensen het zo tof vinden als de LVK wint, ja, wat wil ze er meer? Dicht straks net en dat kon wel een goed zenden. Ja, we hebben zo'n Venlo's liedje, we zingen dat op onze eigen manier, er zitten Venlo's elementen in. Ja, we hebben echt niet de intentie om er maar één te weren. En je god wou met dat pupje hoest. Maar ik kan het onderbouwen. We hebben zo'n Venlo's liedje dat er mensen zien, de jury paars dat over 2 punten. En de vorige keer, met in 2003, kosten we ons dat niet permitteren, toen waren we weg. Dus dat liedje was niet goed genoeg voor 1. Maar nu kregen we 2 punten en winnen we nog. Ja, dat is toch de ultieme, ja. Stekte. Wie duk heb je elkaar al gekust, jongens? Nou, ik kus hem niet zo gek. Dat wil mijn vriendin niet weten. Wie dat... Ja, ja. Ik heb het net, ik heb achter elkaar geschokt met de cameraman. Je buurt van links naar rechts getrokken. Je buurt geleefd. Ja. Heb je in de gaten dat je gewonnen hebt? Nou, anders heb je wel een beetje media-ervaring hebben. Is het toch... Ja. Klein beetje. En is het toch vreemd dat mensen die aan de jas trekken, de moest no door naartoe. Ja, dat is toch vreemd. Venlo, dankjewel. Tof dat je gestumpt hebt. Ik wiebel, ik klaasel, dazel, razel op mijn been, het kriebel.